Joël Bordo Martinez, Ramaneo Kalidin en Clifton Jongeman worden nu niet alleen nationaal opgespoord, maar staan nu eveneens op de Interpol Red Notice lijst. Martinez en Jongeman worden verdacht van medeplegen, medeplichtigheid tot moord, doodslag, deelneming aan een criminele organisatie, bedreiging met misdrijf, overtreding wet verdovende middelen en overtreding wet money laundering. Kalidin wordt in verband gebracht met de vangst van een grote hoeveelheid drugs op de Tafelberg en wordt verdacht van overtreding wet verdovende middelen. De coöperatieve vereniging Samaka Wosu is in aanmerking gekomen voor een schenking van ruim $300.000 ter ondersteuning van lokale agrariërs. Dit is onderdeel van het SAMA-project van LVV. De ondertekening heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden in Asidonghopo door LVV-minister Parmanan Seudin, Ruben Robertson, vertegenwoordiger van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de FAO en een vertegenwoordiger van de vereniging in bijzijn van het groot opperhoofd der Saramakaners, Albert Aboikoni. De SOR Optimist International Club Paramaribo heeft samen met het ministerie van Onderwijs een opstelwedstrijd georganiseerd over een gezonde leefstijl. Dit gebeurde voor de vijfde en zesde klassen in district Kommerwijnen. Het allerbeste opstel kwam van Chelsea Nathaniel, die zit in klas 6A van het OS1 Meerzorg. Nummer 2 werd Sherani Gisiawan, eveneens uit klas 6A van het OS1 Meerzorg. En nummer 3 werd Shaira Boudia van klas 6 van de Sri Vasudev School te Meerzorg.